Kampen heeft nog één stadslijn, lijn 11. De bus rijdt tussen station Kampen via het centrum en een aantal woonwijken naar station Zuid. De bus begint meestal vol, maar bij station Zuid stapt nog zelden iemand in of uit. In 2017 liet de provincie weten de lijn te willen opheffen of flink inkorten. De bewonersvereniging van Delta Wonen kwam erop met een plan om het openbaar vervoer te redden voor de stad. Als je met elkaar afspraken maakt over hoe we het openbaar vervoer willen inrichten, dat wordt doorgerekend, ook aan de hand van te verwachten reizigersaantallen. Dan ga je ervan uit dat iedereen, wanneer iedereen ja zegt, dat het ook een ja is. En ons niet vervolgens een aantal maanden laten doormodderen. En vervolgens blijkt dat het toch niet gaat komen. Dus ja, daar zijn wij zeer als bewonersraad zeer teleurgesteld over. Afgelopen mei stond Roy Dekker hier om te vertellen hoe het plan om het busvervoer te redden eruit zag. Nu staat hij hier met een slecht bericht. Nou, voor ons, wij vinden het heel vervelend dat het plan niet door is gegaan. U noemde het net al juist, voor we vorig jaar stonden, toen was het een mooi stralend zonnetje. Nu een iets minder mooi weer, symboliseert misschien ook wel een beetje onze huidige status. En ja, we hadden dus ook echt niet verwacht dat dit hier zou gaan eindigen. Het plan van de bewonersvereniging van Delta Wonen kwam erop neer dat Connection het drukke deel van de lijn zou blijven doen. En Delta Wonen zou met kleine buurtbusjes het onrendabele deel overnemen en zo zorgen voor goed, maar toch betaalbaar openbaar vervoer. Dus je hebt efficiënter openbaar vervoer, waarbij je dus ook betere aansluiting op de treinen biedt en dus ook een betere kwaliteit van openbaar vervoer bewerkstelligt. En ja, helaas heeft het niet zo mogen zijn. De provincie wil nu eerst de onderhandelingen afwachten over de nieuwe concessies vanaf 2020. Het goede nieuws is dat tot die tijd lijn 11 in elk geval blijft rijden.